Vlaggenkenner David van Berlo tuurt regelmatig omhoog als hij in Leiden loopt, op zoek naar studentenvlaggen die hij nog niet kent. Nou, dat is Rapenburg 113 is dit. En ze hebben behalve het adres ook hun naam, de Groenhoven, en een grote herdershond. Dus daar zou ik ook wel benieuwd naar zijn wat het verhaal daar weer achter is. Van Berlo is historicus en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde. Hij maakt een inventarisatie van de vlaggen van Leids studentenhuizen en heeft er al 40 in kaart gebracht. Deze rode vlag met een zwart vierkant erop, die vind ik ook wel heel interessant. Ik vind het heel erg leuk om dan ook in mijn eigen stad, terwijl ik hier rondloop, onderzoek te doen eigenlijk en daar een artikel over te schrijven, zodat de rest van de vlaggenkundige wereld dat dan ook weet. Dit is bijvoorbeeld een studentenhuis dat het Kippenhok heet. Vandaar dat er een kuiken op de vlag staat. Ik denk eigenlijk dat hij echt iets van 62 jaar oud is. Want toen zijn er huisgenoten begonnen om echt een huistrui te maken en shirts. Okay. Ja, ja. En ik denk dan dus ook een vlag. En bij het heksenpand willen ze de vlag wel even naar binnen halen. We hebben deze gemaakt meer gewoon als symbool voor ons huis. En er zit ook een heel leuk verhaal achter, want het was ooit een gemengd huis met jongens en meisjes. En toenertijd hebben de meisjes de jongens weggejaagd. En toen werden ze de heksen. En zo is eigenlijk een beetje ontstaan. En nu zijn we het heksenpand. En is Leiden nou de enige studentenstad met vlaggen of zijn er meer steden die dat doen? Nou ja, dat is een goede vraag. Dus ik hoop ook, ik ben nu dat artikel aan het schrijven voor het tijdschrift Vlag. Dat op het moment dat ik dat geschreven heb, dat er dan wellicht ook reacties komen weer uit andere studentensteden. En dat ik op die manier dat verhaal dan weer kan achterhalen. Dus zo wordt het dan weer steeds groter.